Goedemorgen allemaal. Ook de knutselgroep, die mag even omdraaien. Jullie mogen straks verder. Maar eerst gaan we even luisteren naar wat we vandaag gaan doen. Want ik heb namelijk jullie ook nodig. Niet zo door me heen praten, hè? Dat weet je. Goed. Jullie zitten allemaal lekker op de grond. Zorg dat je genoeg ruimte hebt, zodat je niet aan anderen hoeft te zitten of dat het vervelend wordt voor anderen. En dan wil ik ook even kijken wie het allerbeste stil kan zitten. Eens even kijken. Wauw, hier zie ik het al heel goed. Oh, kijk, daarachter. Supergoed, supergoed. Wauw. Want ik heb namelijk een paar assistenten nodig, zo dadelijk, bij wat ik ga vertellen. En dan ga ik natuurlijk kijken welke kinderen zijn niet aan het praten en zijn heel goed aan het meedoen. En ik zie al een paar ogen alleen maar naar mij kijken en luisteren. Pluim voor jullie. Hartstikke goed. Wie zegt, juf, ik vind het wel leuk om even mee te doen. Ik heb hier 2 of 3 kinderen nodig die vooraan eventjes wat dingen kunnen laten zien. Jij mag, want jij was echt super stil. Al voordat ik het vroeg, mag je hier even komen staan. En eens even kijken, jij ook. Kom maar. Zo, mag je even je glas daar zetten. En ik heb jullie straks allemaal nodig. Ja, jij achterin. Kom maar, want jij was ook al vanaf het begin, voordat ik iets hoefde te zeggen, was jij al gewoon goed aan het meedoen. En dan heb ik hier Anna en Riga nodig. Ja, ja, ik ga iedereen aan het werk zetten. Want vandaag hier een blokje en een stift. En hier een blokje en een stift. En vandaag ga ik eerst iets aan jullie vragen. Het verhaal gaat namelijk over iemand die alles kwijtraakte. Alles wat hij maar had. Wow, dat is echt heel, heel heftig. Ik ga het straks vertellen. Goed dat jullie zo goed meedoen. Maar ik had eerst aan jullie een vraag. Ik wil aan jullie vragen. Even omdraaien, ik zie je ogen niet. Ik zie je ogen niet. Even omdraaien. Ik wil aan jullie vragen, wat zou jij heel erg vinden als je kwijtraakte? Wat zou jij heel erg vinden? Wie weet het? Als ik geen eten heb. Eten. Schrijf maar op. Eten. En dan mag je het op hun plakken. Eten. Wat nog meer? Vertel. Lieve schat, jij mag het zeggen. Familie. Familie. Oh, familie. Ook heel goed. Mami. Je knuffel. Even snel schrijven hoor, dames. Familie. Knuffel, eten, wat is nog meer heel erg als je het kwijtraakt? Vrienden. Vrienden. Oh, kijk, familie, eten, vrienden. En jij? Voetbal. Voetbal, oh, kijk, voetbal. Ja, familie, vrienden, voetbal, eten, wat nog meer? Een huis. Een huis. Oh, dat vind ik ook een hele goeie. Een huis, Levi. God, als je God kwijtraakt. Je talent. Je talent. Oh, wauw. God vind ik ook echt een hele mooie. Je talent. Je zintuigen. Je zintuigen. Zo, dat is een moeilijk woord. Weet je wat dat is? Je zintuigen. Je oren, je ogen, je neus, je mond, je huid. Allemaal zintuigen. Dingen waar je wat mee kan voelen of ruiken of horen. Liefde. Liefde. Oh, wauw. Een auto. Oh ja, ja. En nog meer dingen die we niet mogen vergeten? De wc. De wc. Je fiets. Geld. Geld. Je lichaam. Je lichaam. Nou, ik zou dan zeggen je gezondheid, hè? Dat je gewoon je lichaam, je gezondheid. Oh. En jij? Oh, sorry. Je moet het meteen zeggen, want we moeten door. Je leven? Wow. Je een motor? Heel goed. Een trein. Zo, nou ik heb geen trein hoor, maar misschien jij wel. Oké, mogen de vingers naar beneden?
En misschien kunnen we wel even een fotootje maken van deze gezellige kinderen. Want die mogen even blijven staan. Want ik zei al, we hadden een heel mooi verhaal. Bedankt, jullie zijn klaar. Mogen het even neerleggen, want ik heb het straks ook weer nodig bij de andere groepen. Dank jullie wel. Zo hé, ze zitten helemaal volgeplakt met belangrijke dingen. Wauw. En sommige kinderen zeiden het al. Ik denk dat het verhaal... Ik denk dat het verhaal over Job gaat. En dat is waar. Het verhaal gaat over Job. Job was iemand in de Bijbel en die was superrijk. Job was zo rijk, hè? Op een dag. Ik ga het even nadoen. Op een dag liep hij op zijn land en hij keek die kant op en die kant en die kant en die kant en die kant. En hij dacht, al dat land is van mij. Ik ben de rijkste man van de hele wereld. Ik heb heel veel dieren. Ik heb hele grote familie. Ik heb een lieve vrouw. Ik heb een huis. Wauw, wat is God goed voor mij. En ik hou ook heel veel van God. Dus wat is het fijn om zo gelukkig te zijn. En weet je wat er toen gebeurde? Hij was zo aan het kijken en in één keer, klabam, boom, bats, hoorde hij onweer in de lucht. Een storm en regen. En toen dacht hij, oh jee, dat klinkt niet zo goed. Ik hoop maar dat het goed gaat. Dus hij ging snel een beetje schuilen onder een boom. En toen zat hij daar en toen dacht hij, nou, ik wacht maar even tot de storm voorbij gaat. Maar toen kwam er een knecht van hem aanrennen. En hij zei, Job, Job, er is iets heel ergs gebeurd. En Job dacht, oh jee, oh jee. Hij zei, Job, Job, weet je wat er gebeurd is? Er is door de storm een huis ingestort en al jouw familie was in dat huis. Ze zijn allemaal dood. Oh, wat erg. En Job dacht, oh nee, wat erg. En toen kwam er een andere knecht aanrennen en die zei, Job, Job, er is iets heel ergs gebeurd. Al je geld is verdwenen. Helemaal weg. En toen dacht Job, oh nee, kan het nog erger worden? En toen kwam er weer een andere knecht aanlopen en die zei, Job, Job, toen je huis instortte, ging ook je knuffel en je fiets ging allemaal weg. En je auto en de trein die binnen stond en de wc, alles is ingestort. Oh jee, en natuurlijk je huis. Oh, oh, wat erg. Toen had Job steeds minder. Maar hij dacht, ik heb God, ik heb vrienden. Het komt allemaal goed. Ik ben heel verdrietig voor mijn huis en voor mijn familie en voor alles wat ik nu kwijt ben, maar ik heb nog God. En toen ineens zat hij daar en begon het een beetje te jeuken op zijn huid. Overal ging hij een beetje jeuken. Hij dacht, wat gebeurt er nou? Ineens was hij niet meer zo gezond. Hij kreeg een ziekte. Oh jee. Hij was niet meer gezond. En ook doordat hij zo ziek was, kon hij eigenlijk helemaal niks meer doen met zijn talent. Hij zat alleen maar een beetje en hij dacht, oh, ik voel me zo ziek, ik voel me zo ziek. En ze hadden ook geen eten meer, want al het land was door de bliksem, was er vuur gekomen, geen eten meer, alles van het land. De voetbal, ja, die was ook in het huis, dus dat ging natuurlijk ook niet goed. En zijn zintuigen, zijn huid, zijn ogen, zijn oren, alles deed pijn. Oh jee, wat erg. En Job was zo verdrietig. Hij zat daar maar en hij dacht, Heere God, hoe kon dat nou gebeuren? Net was ik zo gelukkig, had ik alles en nu heb ik bijna niks meer. Wat gebeurt hier? Maar toen kwam gelukkig zijn vrouw. En zijn vrouw keek naar Job en die dacht, is dat Job? Hij ziet er heel anders uit. Hij is niet meer zo knap. Hij is een beetje ziek en hij is arm. Ik hoef hem niet meer.
En toen ging zijn vrouw ook weg. Oh, wat erg. Nou, en toen stortte zijn leven wel een beetje in. Ja, toen was het eigenlijk niet meer. De liefde ging ook weg. De liefde van zijn leven ging zomaar weg. Oh, oh, Job, wat erg, wat erg. Maar gelukkig kwamen daar zijn vrienden aanlopen. En zijn vrienden zeiden, oh Job, wat erg. Het gaat zo slecht met jou. Je was de rijkste en meest blije man van de hele wereld. Wat is er gebeurd? Is God misschien boos op jou? En toen zei Job, nee, nee, nee. God is niet boos op mij. Ik hou van God en God houdt van mij. En wat er ook gebeurt, ook al raak ik alles kwijt, God is er nog. En wat is Job een doorzetter, hè? Zelfs toen hij alles kwijtraakte, zei hij, ik heb in ieder geval nog God. En dat is het allerbelangrijkste. En God zag dat. God zag dat hij vertrouwde op God, zelfs al had hij niks meer. En zijn vrienden, die waren gelukkig ook bij hem. Maar zijn vrienden, die zeiden, ja, God zal wel boos op jou zijn. Je hebt vast iets verkeerd gedaan. Maar Job had helemaal niks verkeerd gedaan. Het is niet zo als er iets verkeerd gaat, dat jouw schuld is. Soms gebeurt er gewoon iets in het leven. En weet je wat God dan eigenlijk vraagt van ons? Blijf mij vertrouwen. Blijf van mij houden. Zodat, al is alles helemaal leeg, God nog bij je blijft. Het allerbelangrijkste en het allerkostbaarste wat we kunnen hebben, is God in ons leven. Wauw. En weet je wat toen bijzonder was? Toen God dat zag, toen hij zag dat Job van hem bleef houden terwijl hij zijn familie kwijt was, zijn huis, zijn eten, hij was alles kwijt. Hij bleef van God houden, hij was een echte doorzetter. En daarom heeft God alles aan hem teruggegeven. En zelfs nog meer dan hij eerst had. Want zo goed is God. Mogen jullie ook even gaan zitten? Gaan we even met z'n allen handen samen. Je mag de briefjes laten liggen. Even handen samen. Goed zo. Lieve Heere God, dank u wel dat u ons leert dat het allerbelangrijkste wat we hebben, dat u dat bent. En dat Job ons laat zien dat we mogen blij zijn met onze spullen en dankbaar voor wat we hebben, maar dat dat niet het belangrijkste is. Ik bid dat elk kind hier u als allerbelangrijkste in het leven heeft. En dat we iedere keer aan het verhaal van Job mogen denken als we dingen moeilijk vinden of dingen gaan niet goed, dat we kunnen zeggen, hey, bij Job ging het ook niet goed, maar hij bleef vertrouwen op God. En ik blijf ook vertrouwen op God. En uiteindelijk zal God het weer goed maken. En dat deed hij ook voor Job. Dank u wel dat we allemaal doorzetters zijn. En dat we mogen leren van Job. Amen. Oké, voordat we verder gaan met het volgende, krijgen jullie van de leiding allemaal een cupje voor avondmaal. Dus dat wordt even snel uitgedeeld. En dan mag je even zitten voor avondmaal. Pak maar snel eentje. Ja, is goed. Zo, pak maar snel eentje. Goed zo, als je hem hebt, ga je lekker zitten. Dan zie ik aan je dat je hem hebt, keurig. Zo. Zo, misschien even helpen. Ook aan die kant. Ja, hartstikke goed. Goed zo, ga lekker zitten. Zie je de hand omhoog als je nog niet hebt? Ja, hand omhoog als je nog niet hebt. Als je er geen hebt. Oké. Ik wil er ook nog één. Dat is ook wel
kijk. Heel goed. Oké. Okay. Allemaal even op je billen zitten. Even op je billen zitten. Heel goed. Keurig. En dan mag je even het bovenkantje mag je er al even afhalen. En dan zie je zo'n soort klein koekje. Hè? Dat is eigenlijk het brood, noemen we dat. Het brood. En dat is eigenlijk dat we denken... Ja, dat we denken aan het lichaam van de Heere Jezus. Daarvoor is het eigenlijk. Ik krijg hem ook niet goed open. Als je niet goed open krijgt, dan moet je even je vinger opsteken. Dan komt de leiding even helpen. Zo. Zo, wie heeft hem nog niet het koekje? Wie heeft nog niet het kleine koekje? Je mag hem nog niet eten, hè? Doe hem lekker in je hand. En als je hem nog niet hebt, dan steek je even je vinger omhoog, dan komen we helpen. Als je nog niet het koekje hebt of het broodje. Goed zo. Oké, gaan we bidden. Mag je even hierheen kijken? En dan mag je even je broodje vasthouden. De mijne is een beetje in kleine stukjes, dus ik heb hem op mijn hand. Maar anders mag je het lekker in je vingers houden. En dan doen we even onze ogen dicht. Want we willen even aan de Heere Jezus denken. Want dat is wat we doen met avondmaal. Denken aan wat de Heere Jezus voor ons doet. Ogen dicht. Lieve Heere Jezus, dank u wel dat u voor ons gestorven bent. Dat u aan het kruis bent gegaan omdat u zoveel van ons houdt. We bidden uw zegen over ons leven en we danken u dat u uw lichaam voor ons hebt gegeven. En daar denken we nu aan als we dit broodje eten. Mag je het in je mond doen? Dank u wel. En dan gaan we naar het cupje. En dan zeggen we, dank u wel, Heere Jezus. Dit cupje doet denken aan het bloed van de Heere Jezus. En er staat in de Bijbel dat het bloed ons kan schoonmaken, ons kan helpen en reinigen. Dus daar gaan we ook even voor bidden. Als je het cupje nog niet open hebt, mag je even je hand opsteken. Alleen als je hem niet open krijgt. Als je hem niet open krijgt. Oké. Gaan we met elkaar bidden. Even alle ogen hier weer heen. En dan mogen ze dicht. Ja. Lieve Heere Jezus, dank u wel voor uw lichaam waar we net aan hebben gedacht. Die voor ons aan het kruis ging. Maar ook voor uw bloed. U hebt voor ons gebloed, omdat u zoveel van ons hield. Was geen pijn te moeilijk of te groot voor u. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat uw bloed ons beschermt, ons schoonwast. En dat we door uw bloed mogen weten dat we bij u horen. Amen. Mag je het even drinken? Dank u wel, Heer Jezus. We willen hier in de kerk elke maand even stilstaan bij wat u hebt gedaan voor ons aan het kruis. U bent echt de beste God. Amen. Laten we God even een applaus geven dat hij dat voor ons heeft gedaan. Ja, super, super dankbaar.